ontzettend veel verbazing te weten over dat zeggen. Want ik vind dat de PVV aanstuurt tegen de grens van onze rechtsstaat. En als dat zo is, dan vind ik het ongelooflijk moeilijk om niet te zeggen onmogelijk om daarmee samen. Een partij die een bepaalde godsdienst daarvan zegt van die behandeling op een andere manier dan dat ik heb. En mensen die tot die godsdienst behoren, die behandelen op een andere manier als groep dan anderen. Ik vind dat eigenlijk wel moeilijk om dat te doen. En ik verbaas me erover dat andere partijen, en in het bijzonder ook de VVD en het CDA, dat die niet veel verder komen dan zeggen van ja, nee, maar we hebben toch een democratie. En het is toch ondemocratisch om een partij die meedoet om die uit te sluiten. Nee, daar ben ik het mee eens. Je moet die partij ook niet uitsluiten van de democratie. Die doet gewoon mee in de democratie. Maar je kan toch wel van zeggen van dit is een partij die zo ver afwijkt van datgene wat wij belangrijk vinden in onze rechtsstaat, dat je direct zegt, je moet daar niet aan meedoen. En dat heb ik dus ook vandaag nog weer gehoord van een CDA. Die zei, als dat gebeurt, als mijn partij gaat samenwerken met de PVV, dan weet ik niet of ik lid kan blijven van die partij. En dat was niet zomaar een CDA, nee, dat was alweer zo'n jurist. Soms is het helemaal niet onhandig om juristen te hebben. Dat was dus Dries van Acht. En ik vind het van belang om beide dingen op de hier om een keer te